Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Meldpunt informatie anoniem moet leiden tot algemene veiligheid. Minister Chongahin staat stil bij Wereldmilieudag. Calpataru Power Transmission Limited schenkt medicamenten. Venezuela speelt in op hulpverzoek Suriname. En nadruk op verbroedering tijdens bloemenhulde Baba en Mai. Voor mensen, door mensen en om mensen. Zo werd het meldpunt Informatie Anoniem, MIA, omschreven tijdens de lancering op maandag 6 juni 2022. Via dit netwerk kan de Surinaamse samenleving anoniem informatie verschaffen over criminele activiteiten, misdaden of andere zaken die niet in de haak zijn. Het gaat er bij het meldpunt om dat anonimiteit in deze altijd centraal staat. De gemeenschap kan op deze manier een bijdrage leveren aan de veiligheid in de eigen omgeving en in Suriname als land. Kijk mee naar het volgende verslag. De betekenis van MIA, de M staat voor meldpunt, de I staat voor informatie en de A staat voor anoniem. Dit is dus een platform dat eigenlijk voor iedereen bestemd is. Het is voor elke burger van het land bestemd, van klein tot groot, zolang je access hebt tot internet, kan je gebruik van maken. En welke meldingen mag men zoal doen? Alle meldingen die volgens jou, toch? Volgens de burger, niet goed is volgens hun eigen normen en waarden. Want ik wil niet zeggen dat tegen de wet is, omdat niet iedereen weet wat tegen de wet is. Dus als het volgens jou niet goed is in jouw ogen, mag je het doorgeven. MIA is in het leven geroepen door het Directoraat Nationale Veiligheid. Maar na vandaag gaat hij zijn eigen branding hebben. En in feite wordt er gekeken naar civil, er wordt gekeken naar society en er wordt gekeken naar security. Ja, het is gewoon voor de burger. Het is om de veiligheid, het veiligheidsgevoel terug te brengen onder de burgerij. En ook de sociale controle eigenlijk weer op gang te brengen. En er is ook aangegeven dat er eenmaal 24 uur melding gegeven kan worden. Is het zo dat eenmaal 24 uur het in werking is, dat men zal kijken ernaar en optreden? Dat is de bedoeling. Vandaar dat er eenmaal 24 uur staat. De aanpak, wij zijn niet belast met de aanpak van het probleem. Het is een artificial intelligence, dat wil zeggen het is dus een computersysteem die alle meldingen binnenkrijgt. En aan de hand van kernwoorden gaan dan de meldingen, indien het is geanalyseerd en goed is bevonden als er zijn een melding, gaan naar de desbetreffende stakeholders. Het kan zijn justitie, het kan zijn het OM, het kan zijn het NIMOS. Afhankelijk van wat het probleem is, wordt het dus doorverwezen of eigenlijk doorgeleid door het programma naar de stakeholders. Als er hele belangrijke tips gegeven worden door de burgerij, kan er een beloning ook bij komen kijken? Daar ga ik u een antwoord op schuldig moeten blijven. Dat is waarschijnlijk caseafhankelijk. Daar kan ik geen antwoord op geven. Er is ook aangegeven dat er ook een app binnenkort zal komen. Kunt u daarover meer vertellen? Nee, ik kan helaas niet daarover vertellen, omdat men nog bezig is om het te ontwikkelen. Maar het is wel zo dat wanneer de app eenmaal aanwezig is, dat ondanks het feit dat je geen beltegoed zou hebben, je ook je melding zou kunnen plaatsen. Dat streven is in die richting. Mevrouw Van Dijk, tijdens de hele launch hebben we gemerkt dat het woordje anoniem te vaak is gebezigd. Hoe belangrijk is dit eigenlijk? Is niet te vaak gebezigd, is niet vaak genoeg gebezigd, bedoelt u. Toch? Wij Surinamers weten heel veel, maar vanwege het feit dat wij allemaal bang zijn voor rancune of voor vrezen voor ons leven, willen wij de informatie niet afstaan. Begrijpt u dat? En door anoniem te blijven,
zorgen wij ervoor dat de drempel in ieder geval om de melding te plegen wordt verlaagd. Zal het anoniem blijven dan ervoor zorgen dat er veel meer gemeld zal worden? Wij hopen dat bij God waar, dat er veel meer meldingen binnen zullen komen. Op zondag 5 juni 2022 was het Wereldmilieudag. Er wordt op deze dag wereldwijd stilgestaan bij het belang van milieu voor de kwaliteit van het leven op aarde. Elk jaar wordt een nieuw thema bedacht door de United Nations Environment Program. Het thema voor dit jaar was Only One Earth. Minister Silvano Tjongahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu sprak een boodschap uit op deze, ook voor Suriname, zeer belangrijke dag. Landgenoten, vandaag is het precies 50 jaar geleden toen in Stockholm, Zweden, de Wereldmilieudag werd geproclameerd tijdens de eerste Wereldmilieuconferentie. Deze dag zou elk jaar op 5 juni worden herdacht. Een dag die ondertussen is uitgegroeid tot een van de grote platforms voor de bewustwording over de toestand van het milieu. Het doel van de dag is om extra aandacht te vragen voor onze relatie met de natuur, omdat het steeds duidelijker werd dat onze groeiende drang naar materiële rijkdom, gemak en macht steeds meer ten koste gaat van de omgeving waarin we leven. Het thema van dit jaar is hetzelfde als 50 jaar geleden: Only One Earth. Het herinnert ons dat we niet erg ver zijn opgeschoten met de doelstellingen die we toen hebben gesteld. Een bedroevend vooruitzicht, want als deze trend blijft, dan is er weinig hoop voor de doelstellingen die we hebben gesteld voor 2050. Klagen helpt niet. De vraag is, wat kunnen we zelf bijdragen om deze wereld beter te maken, om in harmonie te leven met de natuur en dus te voorkomen dat ons milieu ten onder gaat. Suriname is een gezegend land. Maar we zien ook bedreigingen die maken dat de zegeningen die wij tot nu toe hebben vernietigd worden. De honger naar goud maakt dat we onze culturele gewoontes zijn vergeten en het bos blijven vernietigen door kwikvervuiling en onverantwoorde ontbossing. Onze landbouwproducten, die de trots waren van onze Surinaamse diaspora, worden nu roekeloos bespoten en we negeren de langzame zelfvernietiging van ons volk. Wij zijn alle trots op onze nieuwe tweedehandse auto's die afgedankt zijn door milieubewuste landen en hier een nieuw leven vinden. Kijk om ons heen. In de 50 jaar achter ons zijn we verslaafd geraakt aan water in een petfles die wij na gebruik roekeloos om ons heen gooien. En we staan verbaasd als alle lozingen na een regenbui verstoppen. Wat kunnen we doen? We kunnen allen helpen om onze familie, vrienden en buren te wijzen op het belang van een beter milieu. Sommigen van ons zijn nog niet zo ver om de werkelijke dreiging in te zien. De bedrijven in Suriname roep ik op om aandacht te besteden aan de schade die u brengt aan ons milieu. Wat doet u met uw afval? Hoeveel uitstoot produceert uw bedrijf? Draagt u bij aan luchtvervuiling? En hoeveel lawaai komt voort uit uw bedrijfsvoering? Opvoeders en onderwijsgevenden, schenk aandacht aan de vorming van uw pupillen en maak ze bewust van het feit dat hun toekomst in gevaar is als we niets doen. Stilstaan is geen optie, ook met betrekking tot milieuvervuiling niet. Aan jongeren wil ik ook vragen om actie te ondernemen
en hun eigen toekomst veilig te stellen. Gebruik je YouTube, Facebook of TikTok-accounts om meer aandacht te schenken aan de vele milieufilmpjes. Laat je informeren en kies voor een duurzame groene toekomst. Wij van het ministerie staan altijd open om u waar mogelijk bij te staan. We wensen u een bezinningsvolle milieudag toe. Dank u wel. Ambassadeur Shankar Balachandran van de Republiek India in Suriname heeft namens Kalpataru Power Transmission Limited medicamenten overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokhi. De ontvangst van de ambassadeur en vertegenwoordigers van de Indiase onderneming vond op zondag 5 juni 2022 plaats op het kabinet van de president. De medicamenten zijn afkomstig van Kalpataru Power Transmission Limited zelf, een ingenieursbedrijf dat zich vooral bezighoudt met olie, gas en infrastructuur. De onderneming wilde iets goeds voor Suriname betekenen en deed dit in de vorm van een donatie medicamenten waarvan er een acuut tekort is in Suriname. Het gaat hierbij om medicijnen waaronder meroïne en duolin die gebruikt worden bij het behandelen van infecties in de longen en maag. President Chandrika Prasad Santokhi sprak zijn waardering voor de gesten uit. Hij prees Kalpataru Power Transmission Limited hiervoor en sprak de hoop uit dat het bedrijf voor meerdere tot voorbeeld mag zijn. Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft de Bolivariaanse Republiek Venezuela een partij hulpgoederen aan Suriname doen toekomen. De bezending is op vrijdag 3 juni 2022 via de Johan Adolf Pengel International Airport ingevlogen en wel in aanwezigheid van enkele functionarissen. De partij hulpgoederen bestaat onder meer uit voedselpakketten, motorfietsen, dekens en medicijnen. Kijkt u mee! We're here delivering and responding to the situation that we currently have in Suriname, in which we understand that some floatings because of the heavy rain have happened in the east side and south part of the country. So we have a meeting here at the airport while we were bringing the humanitarian help requested by the government of Suriname, and in which Venezuela is always one of the first responders. And we want the people of Suriname to know that we extend always our friendly hand in solidarity with the people of Suriname, with the government of Suriname, in order to help in this difficult situation. We currently brought 41 tons of humanitarian help. This is mean food. We're talking about motorcycles to reach to some areas, medicines, mattresses, blankets, things that we need for this situation, and we hope it can be valuable for the people that are in a difficult situation right now. We also brought 5 experts on risk and disaster team from the Venezuelan Civil Defense Task, and they will be staying here in Suriname, meeting with the civil defense authorities here in Suriname in order to see what further help Venezuela can do to Suriname in this difficult situation. Suriname has been for the region and for our country in difficult times. So we also want to be in these difficult times with Suriname. Nou goed, we zijn heel blij.
dat we deze gelegenheid hebben gekregen van de Venezolaanse regering. En het is misschien goed dat ik hem in het Engels bedank voor. I would like to take this opportunity again to thank the Venezuelan, the president of Venezuela, President Maduro, and of course the people of Venezuela for the gesture that we have received. And I'm also thanking on behalf of the people in Suriname who are affected the most and where this help will go to. So that is really what one of the questions. We are very glad that this help is coming, and it is, let me say, it's coming timely. Because the needs are still there and the rains will still be coming. We are in the beginning of the rain season, the big rain season in Suriname. So yes, it couldn't come at a better moment. Niet alleen maar herdenking, maar vooral verbroedering is centraal geweest tijdens een bloemenhulde die president Chandrika Prasad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk op zondag 5 juni 2022 hebben gebracht aan het Baba en Mai monument. Dit in het kader van 149 jaar Hindoestaanse immigratie. Het Baba en Mai monument is op 4 juni 1994 opgericht ter herinnering aan de aankomst van de eerste Hindoestaanse immigranten in Suriname. Ook in Ikeri deed het staatshoofd een bloemenhulde en wel bij het monument van Baba en Mai op het Volksplein. Precies zoals onze voorouders hard gewerkt hadden en een prachtig land achtergelaten hebben. Ja. Zo zullen wij ook hard moeten werken om een prachtig land achter te laten voor die volgende generatie. Precies. We danken onze voorouders. Ja. En we danken ook de stichting voor het willen organiseren hiervan. Mai. Mai. Ja. Papa. We waren gisteren in het district Nikeri voor een belangrijk moment. Dat was de naamsvernoeming van de Annastraat naar Dr. Chander Mahabir. En met de president hebben we ook bloemenhulde gedaan op het Baba Amaiplein. Laten we deze mooie dag gebruiken, dames en heren, om dankbaarheid te tonen aan die voorouders die hard hebben gewerkt, die voorbeeldfiguren zijn, die strijders zijn geweest. Aan Ramjani, aan Jompa Rajguru, aan Mathura en zoveel anderen. Vergeet u niet de offers die ze hebben gebracht en de strijd op Marienburg, ik dacht in juli 1902, waarbij zoveel slachtoffers zijn gevallen. Het zijn allemaal mensen die voor ons de weg, het pad hebben geplaveid, dat wij verder hebben kunnen bouwen aan wat vandaag Suriname is. Maar ik ben ook trots, want ik kijk achter me en ik zie die boom die ik daar geplant heb. Die neemboom, die groeit. Het wordt gesnoeid. En dat is ook een symbool voor ons land. Dat was land gaan groeien. Die oil en gas gaat een keertje opraken. Maar dat zaad wat onze voorouders geplant hebben in de agrarische sector, die gaat leven lang blijven zolang er mensen zijn, want we hebben altijd voedsel nodig. Herdenking 149 jaar Hindoestaanse immigratie. Het is een mooi moment net geweest. Een mooi, heel mooi moment waarbij de president, commissaris van Noordoost, waaronder wij resulteren, de vice-president en DNA ondervoorzitter hier waren. Ze hebben allemaal lovende woorden gesproken, uitgesproken over onze voorouders. Onze voorouders die zo hard hebben gezocht dat wij vandaag aan de dag zo lekker hier mogen staan. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.